Je leert selecteren en navigeren in het werkblad met het toetsenbord. De cursor staat op cel A1. Druk op de toets pijl rechts op je toetsenbord. Druk vijf keer op de toets pijl omlaag op je toetsenbord. Ondertussen is cel B6 geactiveerd. Hou de controltoets ingedrukt en druk op de toets pijl rechts. Cel F6 is geactiveerd. Houd de controltoets ingedrukt en druk opnieuw op de toets pijl rechts. De laatste cel van rij 6 is geselecteerd. Druk op de toets Home. De eerste cel van rij 6 is geselecteerd. Druk op de toets Page down. De actieve cel wordt één venster naar beneden verplaatst. Gebruik de toetsencombinatie Ctrl plus Home. Cel A1 is geselecteerd. Houd de shift-toets ingedrukt en gebruik de toetsencombinatie Ctrl plus pijl rechts. Het celbereik A1C1 is geselecteerd. Houd de Shift-toets nog steeds ingedrukt en gebruik de toetsencombinatie CTRL plus pijl omlaag. Het celbereik A1C7 is geselecteerd. Druk 2 maal op de taptoets. De actieve cel binnen de selectie wordt verplaatst naar cel C1. Druk 2 maal op de Enter-toets. De cursor springt binnen de selectie naar cel C3. Gebruik eenmaal de toetsencombinatie Shift plus Enter. De actieve cel springt binnen de selectie naar cel C2. Gebruik eenmaal de toetsencombinatie Shift plus Tab. De actieve cel springt binnen de selectie naar cel B2. Klik ergens buiten de selectie.